Het onderzoeksbureau vroeg aan meer dan duizend Antwerpenaren wat ze van het openbaar vervoer vinden. Daarbij kwamen alle Antwerpenaren aan bod, niet alleen degenen die vaak de bus of de tram nemen. Door die andere aanpak vonden de onderzoekers het belangrijk om de resultaten openbaar te maken. De belangrijkste resultaten zijn toch wel dat één op vier Antwerpenaren uh, niet geheel tevreden is over de dienstverlening van de lijn, dus van de trams en de bussen in de stad. Niet zozeer over het aantal lijnen uh, en buslijnen die in de stad aanwezig zijn. Maar wel over het aantal zitplaatsen, de vriendelijkheid van het personeel, de frequentie van trans- en bussen. Bij de lijn zijn ze niet te spreken over de manier van werken van Focus FocusUp. Ze overwegen zelfs om een klacht in te dienen bij beroepsorganisatie Febelmar. Alleen vinden we ons een beetje ja, gechanteerd eigenlijk op de manier waarop die cijfers naar buiten worden gebracht. Ze zijn ons eerste koop aangeboden vorige week. Vorige week donderdag kregen we een mail waarop dat we het onderzoeksrapport konden voor 4000 euro. We zijn daar niet op ingegaan omdat we die gegevens eigenlijk zelf al hebben uit eigen onderzoek. Het blijkt ook bijvoorbeeld dat de percentages die hij aanhaalt, de resultaten, dat die eigenlijk naadloos overeenstemmen met het onderzoek dat we zelf hebben laten verrichten. Bij het onderzoeksbureau begrijpen ze niet waarom de lijn zo kwaad is. Ze bieden hun onderzoeken altijd te koop aan omdat ze niet gesubsidieerd worden. Maar omdat ze deze resultaten zo belangrijk vonden, hebben ze ze deze keer openbaar gemaakt. De lijn koopt ook 146 nieuwe trams aan, goed voor een investering van 320 miljoen euro. 66 van die nieuwe trams zullen worden ingezet in Antwerpen. Met de verlenging van een aantal tramlijnen heeft Antwerpen dringend nood aan meer trams. En ook de oude, kleinere trams zijn toe aan vervanging. De 66 nieuwe lage vloertrams zullen vanaf volgend jaar worden ingezet over heel het Antwerpse net. En dan vooral op plaatsen waar de tramstellen tijdens de spitsuren nu te veel volk moeten slikken.